van Slag weer door. Basel Bel. Ook een goede bal op Peña. Die kan eventueel naar Slag weer. Peña schiet zelf. Ja, dat kan ook. Dat kan natuurlijk ook. 2-2. Schitterende Sergio Peña met Chacon. Peña heeft een goede techniek. En wat een doelpunt. Mika, dat is Michael Heijlen. Chacon. Benja. Oh, heerlijke bal. Daar is De Leeuw. En de redding van Pasveer. Wat? En de 2-0 voor Emmen. Voorgooien. Dan Benja. Grond in de achtervolging. Die gaat een enkele treding maken, denk ik. Maar Benja blijft staan. Benja en dan Pazur. De druk er nu goed op. Al is Emmen nu weg. Met Peña. En hier De Leeuw. Van Utrecht. Peña zet druk. Lauwersen. Peña. Hier zit misschien wat in. Verspeeld Peña en Bel. Peña met de voorzet. De Wels worden, voorspel ik u. De Leeuw en Beugelsdijk. Hier is Peña eerder bij de bal. Daar komt De Leeuw en dan. Mubrinic. 0-2 gaat wisselen. Arias. Oh. En ook Kramer. Nog weinig kunnen laten zien, omdat hij nauwelijks een bruikbare bal. Niet de langste, maar zijn timing is voortreffelijk. Maar vooralsnog de voorde licht van Willem II. De Vos, Peña in één keer door met Cis vandaag. Meijers wordt daar even vastgehouden, daardoor komt hij niet achter Peña aan. Peña die nu 4-4-2 spelen. Niet zijn voorkeur heeft. Dit is lekker gevoetbald, zeg. Pure rechtspoot, dus die zal altijd naar dat been draaien. En kan wel aardig voetbal. En die krijgt de bal ook niet goed mee. Benja, even inhouden en dan. Slag Vers, nog één keer Emmen. Nu kan die bal alsnog komen, het duurt alleen veel. Pas maar trouwens een van de spelers die op scherp staat. Hetzelfde geld voor de man. Lauwersen en De Leeuw. Opening van Peña. Een beetje wisselen met Glenn Bijl als rechtsback. Peña. Peña. De bal op Burnett. Peña. Weer bal van Peña. Van Peña is goed. Nummer 10. Later. Nu gaat hij weer niet. Peña. Dat is mooi. Let's go! Ook wel wat ruim. Peña. Bel. Peña. Geslacht in de omschakeling. In de diepgaande mensen. Maar er kennelijk geen antwoord.